Ja, de rook lijkt een beetje te zijn opgetrokken in de Keniaanse hoofdstad Nairobi, maar de angel is nog niet uit het conflict, want gisteren bestormden woedende betogers het parlementsgebouw, het protest tegen een omstreden belastingwet van de president. En die betogers werden uiteindelijk aan elkaar gedreven, maar er werd met scherp geschoten. Daar zijn 5 doden en 30 gewonden bij gevallen. Vandaag opnieuw demonstraties. Ja, en toch een wat verontruste president William Ruto, die gisteren op televisie verklaarde dat hij allemaal het beste voor heeft met zijn eigen volk. We gaan naar Joost Bassmeijer, onze correspondent in Afrika. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het zijn protesten tegen de nieuwe belastingmaatregel van William Ruto, van de president van Kenia. Wat wil die man daarmee bereiken? Wat is zijn opzet? Nou, hij heeft een deal gesloten met het IMF. Hij heeft namelijk een enorme staatsschuld als land, hè, als president van het land Kenia. Kenia heeft een enorme staatsschuld en die probeert hij af te betalen. En daardoor moeten de belastingen omhoog. Hij zegt eigenlijk van ja, heel veel Kenianen betalen helemaal geen belasting, werken in de informele economie. Ja. En dat moet maar eens afgelopen zijn. We hebben een grote middenklasse. Als iedereen nou een beetje bijdraagt, dan kunnen we samen die staatsschuld afbetalen. Maar goed, veel Kenianen die zien dat niet zitten. Nee, die zien het niet zitten, want die gaan daarvoor bloeden. En dus gaan ze de straat op. En niet een beetje ook. Hè. De vlam is gisteren echt fors in de pan geslagen. Ja, ze hadden al aangekondigd dat ze naar het parlement zouden trekken. Dat ze het hele leven in Kenia stil zouden leggen. Ze noemden het een total shutdown. En je zag eigenlijk dat vanuit alle richtingen een hele grote groep mensen als een soort van ja, één grote massa richting het parlement kwam. Daardoor had de politie eigenlijk ook helemaal geen controle meer over wat er gebeurde. Die werden echt onder de voet gelopen. En heel langzaamaan kwamen ze inderdaad bij het parlement aan. Nou, dan kreeg je een beetje van die beelden die we kenden van eerder die Capitoolbestorming uit Amerika. Dat ze echt op een gegeven moment zo dichtbij kwamen dat ze inderdaad maar met scherp begonnen te schieten. Om ervoor te zorgen dat die demonstranten werden tegengehouden. Dat is niet gelukt. Ze zijn het parlement binnengedrongen, hebben daar ook brand gesticht, hebben allerlei dingen uit het parlement meegenomen, vernield. Ze hebben allemaal filmpjes gemaakt dat ze ook in de plenaire zaal zijn. Dus ze zijn echt tot het hart doorgedrongen. Ja. Een zwaar beveiligd complex normaal gesproken. Maar nee, ja, dat is gelukt. Ja, ja. Ja, ongelooflijk. Inderdaad, wat je zegt, met scherp geschoten. Wat de inzet was van Ruto is onder meer niet om de economie op te vijzelen alleen, maar ook de aanhoudende corruptie aan te pakken. Hè? Hij zei, ik wil opkomen voor de gewone man destijds, maar dat helpt kennelijk niet genoeg. Of hebben die demonstranten toch een andere agenda? Nee, ja, hij zegt eigenlijk dat die demonstratiebeweging geïnfiltreerd is. Dat het gekaapt is door criminelen. Nou ja, goed, daar is geen bewijs voor. Uiteindelijk zie je dat die demonstratiebeweging, dat zijn vooral jonge mensen die ook tegen elkaar zeggen van laten we vooral geen leiders kiezen. Want we willen gewoon, maakt niet uit waar je vandaan komt, wat voor partij je kiest, op stemt, wat je politieke achtergrond is of religie. We gaan gewoon samen de straat op. En dat maakt het ook heel moeilijk voor Ruto om dit aan te pakken. Want ja, weet je, normaal gesproken dan heb je een leider, die kan je oppakken, daar kan je mee onderhandelen. Maar nu is het echt een soort van organische demonstratie vanuit het volk. Ja, 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 dat maakt het heel ingewikkeld. Ja, maar niet alleen maar boosheid van die demonstranten op Ruto. Er zijn ook andere partijen. Met name de media, begrijp ik. Ja, dat klopt. Er was een lokaal televisiestation, KTN, die werd bedreigd door de overheid, hebben ze gezegd. Door de regering, hebben ze gezegd, van Ruto. Die werden bedreigd om uit de lucht gehaald te worden. Uiteindelijk zijn ze volgens mij ook eventjes uit de lucht geweest, maar hebben ze via sociale media nog wel kunnen uitzenden. Mm-hmm. Maar ook dat werd op een gegeven moment lastig, want ook de stekker uit het internet werd er op een gegeven moment uitgetrokken. Okay. Officieel zeggen het KPN van Kenia, die zei dat er een beschadiging was aan een van de zeekabels en dat ze daarom een probleem hadden. Maar eigenlijk weet iedereen wel zeker dat ze op bepaalde plekken in het land het internet gewoon even hebben afgeschakeld. Precies, dus de overheid reguleert dan ook de media. Inmiddels, we zijn een dag verder na die rellen van gisteren. Wat gaat er vandaag naar verwachting gebeuren? Zijn er nieuwe protesten aangekondigd? Gaat het weer tot een clash komen tussen politie, leger en demonstranten? Of keert de rust nu terug? Ja, een week geleden hebben ze een soort van roadmap aangekondigd. Ja. Niemand weet dus ook wie dat heeft gedaan. Hè. Dat is wel opvallend hieraan. Vandaag staat State House op het programma. Dat is het presidentieel paleis. Dat is waar Ruto ook gisteren, je zei het net al, zijn toespraak hield. Ja.
Ja, en nou ja, goed, als ze daar op dezelfde manier naartoe gaan als vandaag richting het parlement, dan kan het best wel eens bloedig worden. Want inderdaad, Ruto heeft gistermiddag het leger ook ingezet om de orde te bewaken. En nou ja, die hebben nog meer wapentuig dan de politie. Dus als die met scherp gaan schieten, dan wordt het één grote chaos. Ja, denk ik. Dankjewel. Afrika-correspondent Joost Basmeijer.